Je hebt er twee gemaakt. Jo-Janneke in de prostitutie en Jo-Janneke uit de prostitutie. Ja. Ja, in gaat vooral over hoe het werk in de prostitutie is. En uit lag de nadruk wat meer op de sekswerkers die erover nadachten om de industrie achter zich te laten. Laten we even naar kijken. Seks met 20 tot 25 mannen per dag. Dat wordt geen project, ik noem het gewoon een samenwerking. Maar hoe zit het? Wat gebeurt hier nu echt? Why did you become a prostitute? Because in Romania, if you do a normal job, you work only for 100 euro. What you do with 100 euro? You make money for, I hope, my family, my daughter. En waar lette je dan op als je die berichtjes stuurde? Wat voor meisjes koos je daarvoor uit? Ik ga dan kijken naar profielen van meiden die weinig foto's hebben van zichzelf, die er lelijk uitzien. Ja, dat zijn nou net de mensen eigenlijk die het meest kwetsbaar zijn. Ja, daar jagen we gewoon op. Uit frustratie over het gemak waarmee klanten en employers minderjarige meisjes en jongens misbruiken, zet het OM sinds een paar weken lokprofielen in. Dat is voor het eerst. En ze weten nog niet wat de rechter hiervan gaat vinden. Dus vandaag presenteren wij ons als Levi online. Dit is een niet bestaande jongen, dus het is een virtuele creatie. Nou, dan zijn we natuurlijk benieuwd hoe er wordt gereageerd op het moment dat we zeggen dat we 16 zijn. Dat is lekker jong. Heb je al ervaring met mannen voor geld? Oké, dus hij heeft er geen probleem mee? Nee. Er is nog niemand die zegt ik haak af? Nee. Hoe vond je het om terug te zien? Ja, heftig. Ja, die eerste serie die hebben wij zelf offline gehaald. Er staan stukjes van op YouTube, daar hebben jullie het ook vandaan. Mm-hmm. Ja, ik vind dat wel weer. Dat heb ik dus al een tijd niet zelf gezien. Dat komt al wel weer even binnen. Ja, ja heftige beelden. Wat wilden jullie bereiken met de documentaires? Nou, Jo-Janneke in de prostitutie, die hebben we gemaakt, zeg maar, vanaf rond 2012 zijn we eigenlijk daarmee begonnen. En uiteindelijk is hij in 2015 uitgezonden. Dus we hebben echt wel een aantal jaar daar aan gespendeerd. Voor mij was het altijd al een onderwerp waar ik mee bezig was. Het was voor mij een soort. Ik kende in mijn studententijd een aantal kennissen, vrienden die wel eens naar prostituees gingen. En die spraken daar altijd zo denigrerend over. En ik dacht, tegelijkertijd vinden wij het een normaal beroep in Nederland. En ja, hoe zit dat nou? En wat speelt er eigenlijk allemaal? Is het allemaal eigenlijk wel zo goed geregeld als we het doen voorkomen? En de EO, want ik ben niet gelovig. Maar zij vonden dat onderwerp ook heel belangrijk. Dus daar hebben we elkaar echt in gevonden. En we zijn er helemaal ingedoken. Ja, we wilden eigenlijk gewoon. Nederland heeft ervoor gekozen om het bordeelverbod op te heffen, dus prostitutie legaal te maken. Wat zijn daar eigenlijk de gevolgen van? En wat gebeurt er allemaal in die wereld? Dat wilden wij inzichtelijk maken. Dus laten zien wat er gebeurt wat de misstanden zijn. En is het eigenlijk wel zo'n normaal beroep? Ja. Ja. En die docu die maakte heel wat los, zowel bij de kijkers als bij jezelf. Je hebt ook iets meegenomen in dit geval aan, wat je doet denken aan de docu. Ja. Je leren jasje. Kun je daar wat over vertellen? Waarom doet het jou daaraan denken? Ja, dit was dus het jasje wat ik inderdaad eigenlijk droeg tijdens alle opnames van de eerste serie. En het is voor mij eigenlijk symbool gaan staan. Het is natuurlijk een huidje, een leren huidje. Maar voor een tweede huid, een dikkere huid eigenlijk, die je als journalist ook moet hebben. Wat je zei, er kwam ontzettend veel los bij die serie. Het was echt wel een andere tijd nog dan, want dat merkte ik ook aan die tweede serie uit de prostitutie die vorig jaar uitkwam. Dat was al heel anders. We zijn ook wel anders gaan denken over bepaalde dingen, maar zeker in die tijd is er een hele agressieve pro-prostitutie lobby die eigenlijk iedereen die kritische vragen stelde heel hard aanviel. En dat gebeurde bij mij ook. En dat had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus was dat lastig? Nou, dat vond ik best wel moeilijk, ja. Want je wil natuurlijk eigenlijk. Ik kreeg heel veel positieve reacties ook. Maar ja, ik kreeg heel veel kritiek. Ook hele nare. Er wordt ook heel veel geld verdiend in die wereld. Dus er zijn heel veel mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten. Dan heb je het meer over. Mensen die echt uit die wereld zelf komen en daar veel geld in verdienen. Mm-hmm. Dus dat waren best wel stevige, stevige tegenwind die ik kreeg. En dit jasje staat. Dus denk je ook dat je het jasje nodig had, echt een dikke huid nodig had in die zin? Ja, ik heb dat toen gekweekt. Ik ben daar dus nu, dat heeft mij wel veel geleerd. En ik ben inmiddels kan ik daar beter mee omgaan. En weet ik ook van, als je bepaalde onderwerpen aanzipt, dan kan er heel veel kritiek
situatie komen. Maar dat houdt me niet tegen en ik ben daar ook niet meer bang voor. Dus ik heb er wel veel aan gehad. En dit jasje hangt dus ook nog altijd in mijn kast. En af en toe kijk ik ernaar en denk ik, oh ja, weet je. En dat vind ik ook wel belangrijk ook om hier vandaag te bespreken. Ik denk dat als je echt wat aan wilt kaarten als journalist, je altijd tegenwind kunt verwachten en kritiek. En dat je daar ook vooral niet bang voor bent. Dat je je niet laat tegenhouden. En dat je durft te staan voor wat jij boven tafel wil krijgen. Wat het dan ook mag zijn. Ja, dat heb je daar geleerd. Nog even dan over kritiek, want vooral over het eerste deel was er dus kritiek. Mensen vonden dat het niet een goed beeld gaf. En dan vooral dan dat er een kant miste. Zeg maar, dus vooral de kant van de sekswerkers die de prostitutie wel erg leuk vinden. Snap je dat? Snap je die kritiek? Dit is José. Die vindt, althans in de eerste serie, was zij echt de koningin van de wallen. En echt een zelfverkozen prostituee en SM-dominatrix. Dus zij kwam uitgebreid aan bod in onze serie. Dus er zaten zeker een aantal vrouwen in die dat zelfverkozen doen. De realiteit is gewoon niet zo rooskleurig. Dus deze vrouw, die zat bijvoorbeeld ook in mijn tweede serie, waarin zij terugkijkt op haar werk en zegt, het was vreselijk. Ja. Ik heb daar gigantische trauma's aan overgehouden. En maar kan iedereen afraden. Toch zijn er mensen die dan zeggen dat die het wel heel erg leuk vinden. Dus, of ja, nee, die zijn er. Dus en die zijn er en daar heb ik ook alle respect voor. Ja. Alleen onze serie ging over, eigenlijk met name over een stem geven aan een hele grote groep mensen die in de prostitutie werken. Die dus geen stem hebben. Dus je hebt een heel klein mondig groepje sekswerkers die altijd van zich laten horen. Die zijn op een handje te tellen. Het overgrote deel in de prostitutie in Nederland gaat over die andere groep. En daar wilden wij aandacht aan geven. Want die andere groep die is al heel veel gehoord in de media. Ja. Maar hoe vond je het dan om achteraf dan toch te horen van ook een aantal mensen van, ja, maar dat klopt niet. Want er zijn dus ook mensen die het wel fijn vinden om in de prostitutie te werken. Ook al had je goed gefactcheckt en naar de cijfers gekeken, ging je toen ook eigenlijk aan jezelf even twijfelen? Dat je dacht, oh, maar is het dan eigenlijk wel goed onderzocht? Of was je nee, het we hebben echt, niet ik eens? Heb echt supergoed onderzoek gedaan. En we werkten samen met OM. Die zeggen zelf in die tijd, ik weet niet hoe ze dat nu zien, maar die zeggen zelf 70% van de vrouwen die wij treffen, die staat gedwongen, werkt gedwongen. Nou, dat is een gigantisch getal. Maar zelfs als je van de meest sumiere schatting van 10% uitgaat, dan heb je 1 op de 10 vrouwen en mannen die daar dus gedwongen staat. Dat is dus ongelooflijk, hè? Als je daar even een stapje van terugneemt. En dat is voor mij altijd het leidmotief geweest, ook voor die serie, dat ik daar aandacht voor wilde vragen. En ik zeg daarmee niet dat er niet vrouwen of mannen zijn die het wel leuk vinden. De misstanden wilden jullie. Ja. Maar laten we ook eens kijken naar die andere grote groep. Ja. Of die andere grote groep, de grootste groep. Dus dat was voor mij. En natuurlijk is dat moeilijk. Maar er waren ook vrouwen die wij hadden gevraagd om mee te werken met de serie. Die zeiden nee, dat wil ik niet. En die achteraf zeiden ja, ik ben niet gevraagd. Dus dan krijg je allemaal dat soort dingen. Nee, ik vind dat wij een heel allround beeld hebben laten zien. En ik sta daar nog steeds volkomen achter. Leuk dat je keek. Like, deel en abonneer. Tot snel!